organisaties. Duurzame ontwikkeling, ik kan het woord bijna niet meer horen. Dan gaat het ook over klimaatadaptatie. De kreten vliegen om je oren. Het was een soort van verzamelplan van duurzame ontwikkeling. En iedereen vroeg van, mag ik wat concreet zien, wethouder? Klopt, ja. Uiteindelijk wil je toch met z'n allen die klus gaan klaren. En dan zie je ook gewoon welke gevolgen dat zou kunnen hebben. Dus je zegt, we hebben het maar over grootte van windmolens. Ga je voor kleintjes, dan heb je er misschien 20 nodig. Ga je voor middengrote, dan wordt het er 10 en zo verder. Maar ja, we zien het ook niet voor ons dat rondom Lisse een hele ring van windmolens komt te staan. Dat gaat ook niet. Dus we zijn wel ook gaan voorgesteld. Van, joh, we kunnen dan niet gezamenlijk met Hillegom kijken op een grensgebied tussen Lisse en Hillegom. Dat we daar een cluster vormen van misschien een paar windmolens. En dan gezamenlijk tot een oplossing proberen te komen. Want ja, het hele landschap volzetten met windmolens dwars door de bollevelden, dat wil ook niemand zien. Nee. Dus ja, en hetzelfde geldt voor zonneweiders. En er werd ook heel stevig geroepen van ja, de Keukenhof kan ook maar even een parkeerplaats volgooien. Tuurlijk, alles kan, maar het is niet onze grond. Nee. We kunnen natuurlijk in gesprek gaan met de Keukenhof om te vragen van joh, sta je daarvoor open? Maar meer als dat ook niet. Maar goed, aan de andere zijde hebben we toch wel gezamenlijk een cluster klaren. En de vraag is dan waar en hoe? Je gaat niet alle bollevelden en weilanden volzetten met zonnepanelen. Dat gaat ook niet. Maar het staat wel nadrukkelijk op de agenda. Ja. Dus die uitvoering komt natuurlijk in al die uitvoeringsprogramma's. Dus het gaat nu echt gebeuren? Nou ja, we hebben een... Nu nog steeds praten over. Klopt. En uiteindelijk is het natuurlijk nu vooral zoeken geweest van waar zou het eventueel kunnen. Qua landschap en inderdaad ruimte eromheen. Want windmolen ook niet vlak naar zijn woning zetten. Dus dat die gebieden zijn aangewezen in het laatste stuk wat opgeleverd is. Ja, en binnen die contouren moet je dan gaan kijken van oké, maar willen we dat inderdaad daar? En hoe zouden we dat dan kunnen doen? Ja, zoekgebieden zijn er dan. Ja, het zijn echt zoekgebieden. Ja. En dan vervolgens kijken van dan moet je zo'n procedure gaan beginnen. Nou, we hebben een bijeenkomst gehad over van windenergie. Maar daar kwam eigenlijk uit naar voren dat zo'n traject van één windmolen plaatsen soms wel 10 jaar duurt. En dat heeft vooral te maken met weerstand die natuurlijk al ontstaat. Dus je moet eigenlijk kijken van kunnen we die weerstand wegnemen dat op het moment dat we een locatie hebben, dat we dat dan ook kunnen gaan uitvoeren. En dat je dan misschien na een periode van 5 jaar kan. Dus ja, het is wel iets wat je dus samen ook met participatie moet creëren. En liefst gewoon degene die er in de buurt wonen ook bij betrekken. Dat van je doet mee in dit verhaal. Dat ze misschien ook wel een voordeel daarbij hebben. En dat je dan tot iets concreets kan komen. Maar als iedereen zegt, ik wil het niet in mijn achtertuin. Ja, dan krijgen we het ook niet voor elkaar. Dus. Nee. Het is natuurlijk een breed onderwerp. Het ging ook over afvalverwerking. Uw partijgenoot meldde wel. En het was een beetje de cursus goochelen met cijfers. Want er zijn niet de cijfers van 2021 gebruikt. Niet de cijfers van 2020, volgens mij ook nog ineens. Maar de cijfers daarvoor. Terwijl die afvalverwerking in Lisse, dat was eigenlijk zo'n groot succes dat jullie jezelf in de vingers hebben gesneden met de nieuwe vorm van afvalverwerking. Ik denk als je zo'n plan maakt, je hebt niet de laatste recente cijfers, want die ambtenaar vertelde, daar ging wel uit van landelijke websites, geloof ik, daar ging een beetje van uit, landelijke cijfers. Openbare bronnen. Openbare bronnen, dat was wat hij noemde. Ik denk, jongens, pak even de recente cijfers erbij, hoppakee. Ja. Nou, daar hebben wij ook vragen over gesteld, dus daar waren wij het ook mee eens. Ja, die cijfers zijn er. Het zal je niet verbazen dat wij redelijk kritisch staan tegenover de aanpassing in het afvalbeleid. Als je gewoon netto kijkt, is iedereen gigantisch meer gaan betalen. Hebben we voor gewaarschuwd toen dit aangepast werd. Dus wij zien wel graag dat die cijfers meegenomen worden in zo'n duurzame ontwikkeling stuk natuurlijk. Daar zijn we heel scherp op. Ja. Dat is toch raar dat niet even de recente cijfers worden gebruikt? Ja, en dat is dan blijkbaar hoe het werkt. Hè? Dat we dan... centrale openbare gegevens worden gebruikt. En dat die nog niet beschikbaar waren tijdens het opstellen van het onderzoek. En dan is dit waar het wat er gezegd wordt. Ja, ik heb het eerder gezien bij het parkeerterrein van Ter Spekker. Een ambtenaar die begint te stotteren als er kritische vragen worden gesteld. Maar dat vond ik bij deze duurzame ontwikkeling ook een beetje. Ja, misschien moet de wethouder maar de beantwoording voortaan doen, toch? Die zit er toch ook voor? Of, de wethouder is bestuurlijk verantwoordelijk natuurlijk. Maar het is natuurlijk best wel technische kennis, denk ik. Dus ik vind het niet meer dan terecht dat daar ambtelijke ondersteuning bij zit. Maar die zit er niet dagelijks in commissie- en raadsvergaderingen. Nee, dus kijken of iemand dan stottert ja of nee. Kijk, als ze uiteindelijk maar een goed antwoord geven waarom dat wel of niet gebeurd is.
En dan moeten we vervolgens moet je kijken wat je daar als partij mee gaat doen. Ja. Afval is maar één onderdeel uit de duurzame ontwikkeling. De energietransitie is ook maar één ding. Kijk, het gaat klimaatadaptatie ook klimaatadaptatie. Ja, precies, maar dat gaat ook over hoe gaan we nou het gemeentelijk vastgoed verduurzamen. We kunnen van onze inwoners wel vragen om mee te doen aan de verduurzaming. Maar dan moeten we ook het goede voorbeeld geven. Dus dan moeten we ook met het gemeentelijk vastgoed moeten we daar stappen in gaan zetten. Maar dat gaat ook over inderdaad groene daken, stenen uit de tuinen en inderdaad parkeerterreinen misschien overdekken met zonnepanelen of in ieder geval het gesprek daarover aangaan. En ja, dat is private grond, maar dat betekent niet dat je als gemeenteraad niet een uitspraak kan doen over waar de ambitie zou liggen en wat wij graag zouden willen dat het college doet en met welke partijen ze daarover over praten. Laten we niet vergeten dat bijvoorbeeld de parkeerterreinen van Keukenhof, dat is waarom wij dat hebben aangekaart, tot 30 terajoule schone energie kan opleveren. Nou, ja. Dat betekent ook wat voor wat je doet met windmolens en andere gedeeltes van het dorp. Dus dat zijn hele interessante en ingewikkelde discussies. Ja. Er wordt vooral nu nagedacht en de tijd van we gaan wat doen, die is wel aangebroken. Ja, moet een beetje opschieten inderdaad. Ja.